Beste mensen, welkom bij deze case study sessie over Nederland. In het kader van het Espon-onderzoek wat wij hebben gedaan het afgelopen jaar naar vergrijzing in steden. Ik wil allereerst eventjes het woord geven aan het contactpunt vanuit Espon, Hera Petrucci. We hebben samen met, of in, eigenlijk in opdracht van Espon, hebben we dit onderzoek uitgevoerd. En ik wil eerst een speciaal welkom heten aan Piera als senior projectexpert vanuit Espon. Piera die houdt zich bezig met outreach en targeted analysis, wat eigenlijk toegepaste onderzoeken zijn voor steden en regio's in Europa. Piera, may I give the first word to you? Dus even nog een korte aanvulling. Ik wil even het woord geven aan Piera, dat zij een welkomstwoordje kan doen. Dat zal zij even in het Engels doen. Daarna neem ik het weer over in het Nederlands en doen we de rest van de sessie ook in het Engels. Piera, may I give shortly the floor to you? Thank you very much, Eric, and welcome everyone from Espon and from Luxembourg. This event is part of the Espon Conference Week on Aging and takes inspiration from the World Health Organization Decade of Healthy Aging. A group of cities, including Amsterdam and Engelo, asked for our support to investigate the effectiveness of policies and initiatives to develop age-friendly cities. And we have responded to the city's needs with this project, Espon ACPA, that includes reports, policy handbooks, case studies, maps, and figures. All these queries are available at our website in English and other national languages. We are also drafting a policy brief on aging that will include the outcome of this conference. At the opening session of the week, last Monday, all parties involved agreed that it's time to join forces in this decade of healthy aging and working together to achieve more age-friendly territories in Europe. Our proposal to strive for a silver deal, just like the Green Deal, was well received by all participants. And the Vice President of the European Commission, Madame Suica, highlighted that where we live also impacts how we age, and therefore it's vital that cities can be a shining example of intergenerational solidarity, caring, and inclusiveness. She added that it's important that we balance our policy making for older people. And finally, she also called to seize the moment together, make our cities a wonderful place to live through the whole life cycle. I'd like to thank all participants, speakers, our partners, namely Ecoris and Nordregio, and the stakeholders that have asked for Espon support. In the case of Netherlands, a special thank goes to Tom van Benten, Johan and Annemiek Knoll and Yvonne van Wyk. It has been a great pleasure to work with all of you. Thank you very much and enjoy this session. Thank you, Piera. Bedankt voor de introductie. Mijn naam is Erik van Ossenbruggen. Ik ben consultant stedelijke en regionale ontwikkeling bij Ecoris. Ecoris is gevestigd in Rotterdam, voormalig Nederlands Economisch Instituut. Wij voeren dus sociaal-economische analyses uit, vaak ook verbonden aan meer brede maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsevaluatie, beleidsontwikkeling, vaak ook met een ruimtelijke component. Vandaar dat wij dus ook in dit geval op maat gesneden waren om dit project, wat steden en regio's is gebaseerd, om dat vorm te gaan geven samen met onze partner Noordregio uit Scandinavië. Ik heb de projectmanagement mogen doen voor het ACPA-project en ik ben in Nederland betrokken geweest bij de case study Amsterdam. Daar wil ik straks wat meer over vertellen. Dat doe ik samen met Johan Stee en Tom van Benten van de gemeente Amsterdam, die ook aanwezig zijn. Ik stel voor om het ook gewoon interactief te houden, dus ik vertel straks een verhaal. Maar ik wil ook graag met Johan en Tom interactief dat verdiepen. Dus Tom, Johan, als jullie aanvullingen hebben, onderbreek mij gewoon gerust. En dat onderbreken wil ik ook vooral vragen aan jullie als kijkers. We zitten in WebEx en het is mogelijk om je hand op te steken als je een vraag hebt of een opmerking. Dus je kan je handje opsteken, er zit een handknop op de interface.
ik kan zelf, omdat ik aan het presenteren ben, kan ik dat niet tegelijkertijd in de gaten houden. Maar Hidde, misschien dat jij even kan aangeven als er vragen zijn of opmerkingen. Dan mag je me ook gerust onderbreken. Eventueel kunnen mensen ook nog via de chat een vraag sturen. Dan zal die ook worden meegenomen. Precies, ja, dat wou ik ook net zeggen. Dus inderdaad, gebruik de chat ook gewoon. En die zullen we straks in het interactieve deel, nadat ik heb gepresenteerd. Daarna geef ik het woord aan Willeke van Staalduinen van Academy. Ook een heel interessante presentatie over Den Haag. Daarna willen we graag interactief met jullie de discussie aangaan om ervaringen uit te wisselen en om de discussie met elkaar aan te gaan over het onderwerp. Dus voer dan ook graag je vragen in, maar doe dat ook al gelijk wanneer je dat nodig vindt. Om het gewoon interactief te houden. Oké, ik ga verder naar de volgende slide. Waarom zitten we hier eigenlijk bij elkaar? Dat heeft er vooral mee te maken dat Europa vergrijst. Als je kijkt naar het aantal mensen dat ouder is dan 65 in de Europese bevolking, in procentuele zin, dan zie je dat daar grote regionale verschillen in zitten. Er zijn regio's waar de bevolking nog relatief jong is, maar er zijn net zo goed regio's waar we te maken hebben met significante vergrijzing. De linkerplaat geeft de actuele stand, de stand van vorig jaar eigenlijk weer in alle Europese regio's. Maar misschien is het nog wel interessant om te kijken naar de rechterkant. Wat je daar ziet is de dynamiek in de afgelopen 20 jaar. Dus rechts zie je de regio's die geringe bevolkingsvergrijzing hebben gehad. Dus zeg maar tussen 0 en 20%, wat ook nog best wel veel is misschien wel. Maar er zitten zoals je ziet ook regio's tussen. Bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Nederland nog behoorlijk veel. In Spanje, in Italië, in Tsjechië. Allerlei landen waar er meer dan 50%, dus meer dan bijna de helft extra ouderen zijn bijgekomen over de afgelopen 20 jaar. Als we dan verder inzoomen naar Nederland. Het is al grappig gekaart, want ik zag dat de Waddeneilanden eraf zijn geknipt in het geografische kaartenprogramma. Maar goed, we zien wel de stand van zaken in Nederland. Ook daar zijn er dus regio's waar nu al meer dan een kwart van alle inwoners ouder is dan 65, dus pensioengerechtigde leeftijd. En ook aan de rechterkant de vergrijzing over de afgelopen 20 jaar. Er zijn dus best wel behoorlijk wat regio's die te maken hebben gehad met significante vergrijzing. Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland. Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, dus eigenlijk bijna alle provincies speelt het wel. Wat het dus een behoorlijk hot topic maakt, ondanks dat we straks zullen zien dat relatief een beperkt aantal steden en regio's ermee bezig zijn op dit moment. Wat het extra interessant maakt, als ik het bruggetje dan maak naar steden en regio's, is dat je ook binnen steden het probleem ziet. Een interessante reflectie is eigenlijk dat als je eerst kijkt naar het linker grafiekje, waar we dus voor zowel Amsterdam als Nederland de ontwikkeling van het aantal ouderen, dus het aantal mensen boven de 65, in beeld hebben gebracht in een grafiek. Tot 2019 met de actuele cijfers en vanaf 2020 ging het om een geprojecteerde trend. Dus dat wil dus zeggen wat we verwachten aan ouderen in de toekomst op basis van de trend en ontwikkeling. Zie je eigenlijk dat Amsterdam nu nog onder het Nederlandse gemiddelde ligt. Dus je zou heel makkelijk kunnen zeggen van, what's the deal? Waarom houden we ons bezig met vergrijzing in de stad? Blijkbaar is het in regio's erger dan in de stad. Absoluut niet. Als je kijkt bijvoorbeeld binnen Amsterdam, want we hebben hier een plaatje gegeven van Amsterdam en daarnaast nog Hengelo. Ook een van de 8 case studies die we hebben onderzocht. Dan zie je eigenlijk dat de situatie binnen de stad sterk kan verschillen. Je ziet bepaalde plekken waar waar het aantal ouderen ontzettend is toegenomen. Je ziet plekken waar het aantal ouderen ontzettend is afgenomen. Dus het maakt gewoon heel erg uit waar je eigenlijk zit binnen de stad. Om iets te zeggen over de situatie. En dat maakt dus dat je ook niet kan zeggen van dat het geen probleem is in steden. Juist wel, want er zijn gewoon plekken in de stad waar het misschien nog wel erger is qua vergrijzing en de ontwikkeling die er nog aan zit te komen dan we nu weten en misschien nog wel erger dan in sommige wat landelijke gebieden. Dus dit maakt het gewoon, dit toont aan dat het heel belangrijk is om de situatie te kennen in je stad en in je dorp. Om te weten van waar de probleemgebieden zitten en wat de ontwikkeling richting de toekomst wordt.
ja, dus daarom eigenlijk het Espoom Aqua project. We zien eigenlijk dat heel veel steden aan pionieren zijn. Dus het is echt niet zo dat heel Nederland met z'n allen massaal bekend is met het fenomeen van bevolkingsvergrijzing. Natuurlijk hoor je wel eens in de krant de slogans van ja, in 2040 hebben we een golf van vergrijzing. Maar het, voor veel steden en regio's lijkt het toch een soort van ver van de bedshow te zijn. Tegelijkertijd zie je dus een aantal steden die wel aan pionieren zijn met echt het, het uitvinden van wat moeten we nou doen aan beleid, wat werkt niet. We zien dus ook dat er wel kennis, wel degelijk kennis beschikbaar is, maar dat die redelijk gefragmenteerd is. Dat bepaalde steden in-house wel de juiste expertise hebben, dat ze echt wel weten waar ze mee bezig zijn en wat, ze, nou, wat werkt en wat niet werkt. Maar het zou juist zo fijn zijn als dit binnen heel Nederland beschikbaar kan zijn. En dat ook andere steden van elkaar kunnen leren met de ervaringen die nu worden opgedaan. Zodoende is het Espoom Aqua project ontstaan als samenwerking die al bestond tussen een aantal steden binnen het platform Eurocities. En 8 steden daarvan hebben de hand ineen geslagen onder leiding van Greater Manchester. En nou ja, Hengelo en Amsterdam horen daar ook bij, samen met Barcelona, Göteborg, Nantes, Oslo en Zaragoza, verspreid over Europa, hebben zij eigenlijk aan Espoom de vraag gesteld van, ja, hoe ervaren ouderen nou het leven in de stad? Hoe gebruiken zij de stad? Ervaren zij daar bepaalde ja, hinder in? Of zien zij juist mogelijkheden in de stad ten opzichte van andere omgevingen? Wat maakt nou vergrijzing in de stad eigenlijk een specifiek stedelijk probleem? Wat, waar moet je dan extra op letten? Dus zodoende hebben we die 8 steden als case study materiaal gebruikt. En in elk van die steden hebben wij onderzoek gedaan naar deze vragen. Dus dan kan je ook bedenken denk aan de vragen die ik eronder heb neergezet. Welke beleidsmaatregelen zien we eigenlijk in de steden? Welke hebben het meeste effect? Wat zijn daarbij de succesfactoren? Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om een HVAC-free stad te worden? Dus hoe kan je nou eigenlijk de... Ja, hoe kan je, wat kunnen we zeggen over de overdraagbaarheid richting andere contexten? Dat hebben we dus gedaan met een systematische dataverzameling door het beleid in kaart te brengen en vervolgens ook op projectniveau te kijken naar inspirerende voorbeelden. Daarvan zal ik er straks ook een aantal met jullie delen. Helaas kan ik niet alles laten zien, er is veel meer. Ik zal je straks laten zien hoe je daarachter komt. Eerst nog wel even goed om te kijken van hoe hebben we dit aangepakt? Waarvoor is het belangrijk om... Even een blik te werpen op het conceptuele raamwerk, wat heel veel gebruikt wordt in, dit, in deze tak van sport. En dat is het raamwerk van de Age-Friendly City. Dat heeft de WHO al in de jaren 2000, zijn ze daar al mee begonnen met Age-Friendly landen en Age-Friendly cities. En zodoende hebben ze een raamwerk ontwikkeld van, waarbij gekeken wordt naar beleidsdomeinen die belangrijk zijn om de stad seniorvriendelijk te maken. Aan de linkerkant heb ik een variatie van het schema neergezet wat vaak gebruikt wordt, omdat je daarin ziet dat er 3 duidelijke domeinen zijn waarbinnen die beleidsthema's spelen. Dus je ziet bijvoorbeeld de gele groep, dat is de physical environment, oftewel de fysieke omgeving. Tegelijkertijd zie je dat er ook een social environment is, dus de sociale omgeving waar mensen in, ouderen, ja, gewoon een goed leven, een goede kwaliteit van leven willen behouden. En municipal services, oftewel dus ja, de overheidsdiensten, maar ook semi-publieke diensten kunnen daar natuurlijk ook een grote rol in spelen. Dus dan zie je bijvoorbeeld, en daarom heb ik hem rechts ook weer neergezet om de domeinen wat overzichtelijker weer dan te zien. Maar dan zie je dus dat er een variatie van verschillende beleidsdomeinen is. Eigenlijk alles wat beleid in steden behelst, zou je kunnen zeggen, dat komt samen in het vraagstuk van vergrijzing. Dus of je het nou hebt over de fysieke componenten van transport, de publieke ruimte, ja, respect, sociale inclusie, participatie, gezondheidszorg, maar ook het aanbieden van communicatie en informatiekanalen voor ouderen. Het is allemaal van belang en je moet er allemaal rekening mee houden. En dat is nog een hele uitdaging zoals we ook gaan zien in deze sessie. Ja, een aantal aanbevelingen. Wat zijn de strategische aanbevelingen die ik wil doen uit het AQUA-project? Die kan je samenvatten denk ik met de volgende kernwoorden. In de eerste instantie ambitie. Ik denk dat dat echt een van de allerbelangrijkste is. Er is gewoon noodzaak voor een lange termijn strategie. Die zie je op dit moment nog niet. Ik parkeer die even, want ik ga daar straks iets dieper op in. Ik wil eerst eventjes de andere nog verder toelichten.
Leren is natuurlijk ook belangrijk. We zien dat monitoring en evaluatie, wat ik als onderzoeker heel vanzelfsprekend vind, hè, dat je kijkt van wat is de stand van zaken, wat heeft gewerkt en wat moeten we beter doen de volgende keer, dat dat nog lang niet altijd van de grond komt. Heeft soms ook te maken met de ja, zachte kwalitatieve aard van veel projecten die gedaan worden. Dus dat is ook gewoon helemaal begrijpelijk. Natuurlijk niet per se een issue, maar wel iets om rekening mee te houden dat dat waar mogelijk toch gaat gebeuren. Om te kijken hoe je het in de vervolg beter kan doen. Tegelijkertijd is flexibiliteit daarbij belangrijk. Dus het in de gaten houden van ontwikkelingen en behoeften die er spelen in de maatschappij. Vooral de ouderen. We zien in Amsterdam dat er een grote culturele variatie is. En andere grote steden in Nederland hebben daar natuurlijk ook mee te maken. En idealiter wil je natuurlijk niet ingaan tegen bepaalde culturele achtergronden van mensen. Je wil ze juist stimuleren om gewoon mee te doen in de samenleving. En ook zo goed mogelijk target group te zijn voor de maatregelen en programma's die hier lopen. Dus nou, we zullen zien dat Amsterdam dat ook goed heeft gedaan. Maar daar kunnen andere steden ook mee aan de slag gaan. Positiviteit is ook een ding. Dus we zien dat onder sommige mensen vergrijzing echt nog wordt gezien als een last. Als een last voor de maatschappij. Iets waar we alleen maar iets wat alleen maar in de weg staat. En wat een kostenpost is, zeg maar. Dus het verhogen van bewustzijn hoe je het beste om kan gaan met ouder worden. Dementie bijvoorbeeld is een heel sprekend voorbeeld natuurlijk van hoe je daar mee om moet gaan. Zowel als ouderen zelf als het schilder omheen en het accepteren van ouder worden. Ten slotte het leggen van contacten en verbindingen. We zien dat er binnen wijken waar programma's spelen, dat er echt superveel belangrijke en waardevolle lokale kennis aanwezig is. Of dat dan gaat om gezondheidsprofessionals of wijkmedewerkers of mantelzorgers. Ze weten allemaal wat er speelt onder ouderen en krijgen bepaalde dingen mee die gedeeld kunnen worden. Dus zodoende is het heel belangrijk om die verbindingen te leggen tussen stadsbesturen en die lokale schakels. De andere kant op is dat net zo goed. Dus bijvoorbeeld op Europees niveau zien we dat er Europees niveau zien we dat er goede platforms zijn, zoals EuroCities, Age Platform Europe, waar heel veel kennis uitgewisseld wordt. En we moedigen steden alleen maar aan om daar samen met elkaar een verdere slag in te slaan. En steden die bijvoorbeeld ook geïnteresseerd zijn om meer te leren van andere steden, om daar ook bij aan te sluiten. Goed, ik begon met de eerste, dus ambitie, hè, van er is noodzaak voor een lange termijn strategie. We zien eigenlijk dat in veel gemeenten nog eigenlijk te weinig speelt. Ik heb een rondgang gedaan door LinkedIn van welke gemeenten nou ook allemaal nog meer iemand hebben die specifiek op ouderenbeleid bezig is. En het viel me eigenlijk op dat minder is dan ik verwacht had. Kijk ook bijvoorbeeld eens naar de gemeente met een woonzorgvisie. Ik heb ook contact met Taskforce Wonen en Zorg. En ik begreep vanuit hun dat er ongeveer slechts een derde van de Nederlandse gemeenten een woonzorgvisie heeft. Ja, dus dat zijn aantallen die je toch hoger zou willen hebben. Als het gaat om visievorming en voorbereiding op de dingen die nog komen gaan. Zodoende zou ik eigenlijk willen aanraden dat gemeenten die hier geïnteresseerd in zijn en die kunnen aanzien komen dat ze veel ouderen krijgen binnen hun gemeente, om echt een visie te gaan vormen van waar wil je naartoe? Hoe wil je dat gaan doen? Dus wat is je strategie? Welke doelen stel je daarbij? En dan toewerken naar maatregelen. Het klinkt zo logisch, maar we zien het toch in relatief weinig gemeenten in ons onderzoek. Zien we het nog terugkomen. We hebben daar dus een handreiking voor gedaan hoe je dat kan aanpakken. We hebben een soort van schemaatje ontwikkeld waar je dat voor je eigen gemeente kan doen. Dus dat je van beleidsdoelen gaat doorwerken naar gebieden waar je nu al goed in bent. Hè, van waar zijn de gebieden waar het goed gaat? En wat zijn dus automatisch de gebieden waar we ons op moeten gaan richten, waar het minder goed gaat? En in welke thema's zijn we nu al goed en welke thema's moeten we verder aan gaan werken? Dan vervolgens door naar governance principes van hoe gaan we dat coördineren? Welke belanghebbenden zijn er allemaal actief? Dus zorgkantoren, de gemeente natuurlijk, individuele zorgprofessionals, mantelzorgers misschien wel, oudere organisaties, dus seniorenraden, maar ook de landelijke koepelorganisaties.
allemaal te betrekken bij de programma's die je dan gaat ontwikkelen. En dan vervolgens door naar beleidsmaatregelen, hoe je die gaat implementeren en wat je ermee wilt bereiken, zodat je dan achteraf ook goed kan terugkijken van hebben we ook bereikt of kunnen bereiken voor een deel of wel helemaal wat we van tevoren beoogd hadden. Ze zeggen wel eens van de... ik zie een vraag oproepen. Hidde, misschien dat jij daar even op kan inhaken zo. Ja, is goed. Kan niet. Wil je hem nu behandelen of wil je eerst de presentatie afmaken? Even kijken wat ik hierna... Oh ja, hierna wou ik wat dieper ingaan op Amsterdam, wat we daar hebben gezien. Dus misschien is het goed om alvast nu die vraag even te behandelen inderdaad. Maak de presentatie maar even af. Ja, precies. Dan kunnen we ook op het einde even die vraag behandelen. Dat is helemaal prima. Goed, dan door naar Amsterdam. Amsterdam heeft in 2014, toen de gemeenteraad werd geïnstalleerd destijds, ouderenbeleid als een van de aandachtspunten benoemd. En heeft dat vervarend opgepakt door in 2015 toe te treden tot dat netwerk waar ik het net over had van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Age Friendly City Network. Amsterdam heeft best wel goed ook al gestructureerd toegewerkt naar hoe ze dat willen gaan aanpakken en kan daarvan denk ik de vruchten plukken. Ik denk wel dat Amsterdam een van de koplopers is. Niet de enige hoor, er zijn echt andere steden die ook heel goed bezig zijn, maar Amsterdam kan ik denk ik wel noemen als inspirerend voorbeeld van een age-friendly city. Je ziet dus dat voor Amsterdam het gewoon heel belangrijk is om ouderen te betrekken in de maatschappij en het dagelijks leven. Amsterdam als stad voor alle leeftijden en culturen is een van de slogans die gebruikt wordt. En je ziet dat dat dus uitgewerkt is in 4 actielijnen. Namelijk eenzaamheid, dementie, valpreventie en huisvesting. Ik denk dat het voor ons allemaal onderwerpen zijn waar we ons allemaal wat bij voor kunnen stellen. En dat die gewoon heel belangrijk zijn om rekening mee te houden bij de hindernissen die ouderen nog ondervinden in elke dag. Vervolgens zijn die gekoppeld aan bepaalde beleidsmaatregelen zoals je hieronder ziet. Ik ga dit niet allemaal echt letterlijk voorlezen. De slides worden als het goed is ook achterop beschikbaar gesteld. Dus dan kan je dat allemaal nog eens rustig teruglezen. Of dus een contact opnemen met Johan en Tom achteraf. Dat kan natuurlijk ook. Maar dit is wel iets waarvan je kan zien van als je dit gestructureerd met z'n allen opstelt. Dan weet je ook waar je naartoe wilt. En wordt het ook makkelijker om met elkaar het debat te voeren. Waar ik mee wil afsluiten eigenlijk is een aantal good practices die we hebben gezien in Amsterdam. En die ga ik dan behandelen per beleidsdomein wat ik net liet zien in dat Age-Friendly City raamwerk. En dan ga ik gewoon kort in op wat er precies gedaan is en wat ermee bereikt is. Als je eerst kijkt naar het domein van de buitenruimtes en de gebouwde omgeving, dan vind ik een interessant project dat van de levensloopbestendige routes. Wat men gedaan heeft, en Johan, misschien moet jij mij hier maar op aanvullen hoor, maar wat hier gebeurt is in een drietal wijken in Amsterdam, waaronder bijvoorbeeld de Indische buurt in Oost, en ik meen ook Kortvoort, maar dat weet ik, heb ik even niet meer helder. Daar is men samen met gemeenteambtenaren en ouderen, en ook volgens mij belangengroepen, dus met 3 verschillende stakeholders, is men door de wijk gaan lopen om te kijken van hoe veilig en hoe vertrouwd kunnen ouderen nou eigenlijk van A naar B komen. En van A naar B bedoel ik dan van hun huis naar de belangrijke voorzieningen die zij willen. Dus je ziet in het figuurtje bijvoorbeeld de kaart die is gemaakt van de looproutes die belangrijk zijn voor ouderen. Nou, dan zie je dat ze langs apotheken, huisartsenpraktijken, winkels en dergelijke komen. En dan is het eigenlijk gewoon de vraag van, kan je daar veilig komen? Kan je daar vertrouwd komen? Dus kom je bijvoorbeeld onderweg geen fysieke barrières, bijvoorbeeld losliggende stoeptegels tegen? Is er genoeg verlichting voor als je wat later op de avond dat rondje maakt? Is de afstand niet te ver? Kan je dan bijvoorbeeld tussentijds ook plaatsnemen op een bankje om even tot rust te komen? Allemaal van dat soort vragen waar die voor ons misschien niet zo, die zeg maar voor vitale mensen in de werkende leeftijd misschien net iets minder belangrijk zijn, maar voor ouderen echt van essentieel belang om überhaupt de keuze te maken van ga ik de deur uit, ja of nee? Daar zijn vervolgens beleidsaanbevelingen uitgekomen en ik heb begrepen dat de stad ook echt werkt aan het verbeteren van die routes en het bijhouden. Het interessante is dat je ziet ook bijvoorbeeld dat die routes, ik weet niet of mijn pijltje werkt, maar je ziet ook dat
die routes langs openbare plekken komen, zoals pleintjes en speelplaatsen, waarbij echt de gedachte was om synergie te zoeken met andere bevolkingsgroepen. Dus er zijn bijvoorbeeld, de route is dan aangelegd langs een speelpleintje waar kinderen dan bijvoorbeeld spelen. En ik heb verhalen gehoord van ouderen die dan ook echt als soort van oppas daar gewoon in de zomer gaan zitten op een bankje en de kinderen die daar spelen in de gaten houden. En zo dus gewoon de sociale cohesie, intergenerationele contacten en dergelijke stimuleren. Heel mooi om te zien. Nou ja, ik had het net al over de kwaliteiten van de openbare ruimte. Hè? Van liggen er geen losliggende stoeptegels? Is er een verlichting? Wel, het is door een van de afdelingen van de gemeente is dat ook uitgewerkt in de checklist voor de openbare ruimte. Dat vind ik ook een hele mooie. Die dus kijkt eigenlijk naar vier groepen van criteria die voor seniorvriendelijke openbare ruimte aanwezig moeten zijn. En dan praat je dus over de fysieke componenten. Van, heb je bijvoorbeeld voldoende bankjes met bepaalde zithoogte en rugleuning? Kan je ontmoetingen stimuleren? Maar net zo goed is ook bereikbaarheid. Of je dus goede trottoirs hebt. Oversteekpunten die veilig en rustig zijn voor ouderen. Herkenbaarheid. Dus bepaalde voor mensen die wat meer risico hebben op dementie. Of voor stadia van dementie. Dus oriëntatiepunten waar ze goed de weg naar huis mee kunnen terugvinden. En tenslotte ook hittebestendigheid. Wat tegenwoordig natuurlijk in duurzaamheids... het verhaal steeds belangrijker wordt, dat je niet alleen maar de stad volbouwt met steen, maar dat je ook dus zorgt voor schaduw en verkoeling met groene en blauwe infrastructuur, zoals ik dat al wel eens noem. Voldoende bomen en water, om ook de hitte goed op te kunnen nemen. Als we kijken naar de wat meer sociale kant, hè, de sociale participatie was ook een van de pijlers van het raamwerk wat we hebben gebruikt. Dan is een project dat ik wil benoemen, Up is ontwikkeld door Alet Klarenbeek. Alet heeft een achtergrond in de theaterproducties en wat meer evenementachtige settings. En Alet zag eigenlijk in haar persoonlijke achtergrond hoe moeilijk het is voor sommige ouderen om te accepteren dat ze ouder worden, maar ook om daarover te kunnen praten met leeftijdsgenoten en met de rest van de samenleving. Ze merkte dat er een soort van taboe ligt op ouder worden, dat het een vies woord is, wat je eigenlijk niet mag zeggen. En dat sommige ouderen ook gewoon bang zijn om toe te geven dat ze tegen bepaalde barrières aan gaan lopen, misschien wel aanlopen op het moment dat je ze spreekt. Nou, wat ze eigenlijk gedaan heeft, is een platform opzetten met wat discussie over ouder worden mogelijk maakt en het in een hele positieve en luchtige setting plaatst. Ze heeft daarvoor verschillende formats bedacht. Up Talkshow is een van de bekendste en een van de grootste, denk ik. Die in Amsterdam heel wat body heeft gekregen. Dus in wisselende theaters komt men dan samen met ouderen, maar ook met bekende Nederlanders die dan een intro verzorgen. Ook met jongeren. En het gaat dan, ze hebben zelf de slogan, een beetje talk en een beetje show. Dus dat toont al de luchtigheid aan. En je ziet ook dat het echt best wel een ludiek format heeft. En het gaat over best wel uiteenlopende onderwerpen. Dus dat kan heel luchtig zijn van sporten, vrije tijd, zin. Maar het kan ook gaan over zingeving, over de dood, over dementie, over palliatieve zorg. Echt allemaal dingen waar best wel een behoorlijke schaduw overheen hangt af en toe als we daar met z'n allen over praten in de samenleving. Maar zij probeert dat echt op een informele, op een luchtige manier te brengen. En je merkt ook gewoon aan de ouderen die daaraan deelnemen dat ze er helemaal van opklaren. En dat ze zelfs mannen die nooit iets over hun persoonlijke gevoelens durfden te zeggen, toch gewoon erover durven te gaan praten. Je hebt ook In Je Uppie, dat is een wat meer kleinschalige versie van deze talkshows in een iets intiemere sfeer. Dus dan moet je niet denken aan 200 man in een theatersetting zoals in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld gewoon wat kleinschalige locaties waar je dan bijvoorbeeld met 20 à 30 man diezelfde discussies voert. Kan soms ook helpen voor mensen om zich niet opgejaagd of bezwaar te voelen bepaalde dingen te delen. Je ziet daar ook dat het debat dan toch wel wat meer op gang komt onderling. Wat goed is om te zeggen is dat dit niet alleen een Amsterdams feestje is. Er worden net zo goed in Leeuwarden hebben we begrepen en ook in Twente worden ook dit soort sessies gehouden door het platform Up.
Ja, dus regionale evenementen worden sowieso in de vorm van conferenties worden af en toe, nu natuurlijk in coronatijd wat lastiger. Maar je merkt wel dat, nou, dat dit echt een groeiend platform is. En als je als gemeente zelf denkt van, hey, hier, dit vind ik interessant, moet je misschien eens kijken of je contact kan opnemen met Alet. Ik heb ondervonden dat ze een zeer open-minded persoon is, die ook echt open staat voor het overdragen van dit format naar de rest van het land. Dus kijk of je hier misschien iets van kan opzetten. De laatste die ik wil behandelen is de aanpak eenzaamheid. Ook een hele goede van de gemeente. Die aanpak eenzaamheid bestaat eigenlijk uit drie pijlers die je hier ziet. Dus een lerende aanpak. Echt inzetten op kennisontwikkeling in samenwerking met universiteiten en andere kennisinstellingen en zorginstituten. Om samen trainingen en kennis over bewezen interventies op te zetten. Dat is dus eigenlijk, dat linkt ook een beetje dus aan dat Amsterdamse netwerk eenzaamheid, de tweede pijler, wat vorig jaar uit ruim 600 belanghebbenden bestond, misschien inmiddels wel meer. En dan kan je denken dus aan zorgaanbieders, ook weer de kennisinstellingen, belangenorganisaties, stichtingen. En de gemeente als belanghebbende is dan de derde pijler. Dus je ziet wel de gemeente staan als een van de eigenaren van het probleem, maar dan ook echt als een van de partijen in het hele web. Dus niet als, per se als speel in het web of als belangrijkste partij. Nee, gewoon als een van de gelijkwaardige samenwerkingspartners samen met alle andere belanghebbenden. Maar de gemeente wil natuurlijk wel, omdat ze een bepaalde massa heeft in termen van slagkracht, wil de gemeente natuurlijk wel als katalysator fungeren. Dus, en daarmee vliegwiel effecten genereren door partijen bij elkaar te brengen. Wat wel leuk is aan die aanpak eenzaamheid is dat als je bijvoorbeeld op hun website kijkt van het Amsterdamse netwerk eenzaamheid, dat ze echt een hele toolkit hebben ontwikkeld met niet alleen publicaties, maar ook echt praktijkvoorbeelden van preventies en interventies, van wat werkt nou en wat werkt niet, geleerde lessen en ook experimenten die nu nog momenteel lopen en die heel waardevol en kansrijk beloven te zijn. Dus kijk dat ook eens eventjes gewoon rustig door, zou ik zeggen. Nou, de vraag natuurlijk, wil je meer weten naar aanleiding van wat ik nu verteld heb? Dan is het een kwestie van kijken op de website van Espron ACPA. Hier zie je de link en bijvoorbeeld links het beleidshandboek dat we hebben geschreven met 32 good practices. Dus wat ik net heb verteld, dat zijn er een aantal van. Maar er zijn er nog veel meer, ook in de 7 andere steden van het onderzoek. Dus heel veel nuttige informatie om inspiratie uit op te halen. En we hebben het systematisch gepresenteerd op basis van aanpak, impact en dan context. En factoren die dan bepalen wat de overdraagbaarheid is en wat je dan nodig hebt in je eigen context om het dan ook tot een succes te maken. Ook veel aandacht gevraagd voor de case study in Amsterdam en Hengelo, die dus separaat ook als rapport beschikbaar zijn op dezelfde website. Sinds deze week ook in het Nederlands beschikbaar, dus dat is ook van harte aanbevolen om het nog eens rustig door te lezen. Maar dat is het voor nu wel eventjes, denk ik. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. Ik blijf er natuurlijk gewoon bij om de discussie straks met jullie te voeren. Maar als je vragen hebt, stuur me gerust een e-mail of pak de telefoon even op en dan kan je contact met mij opnemen. Joshua, ik dacht dat jij volgens mij nog een vraag had, hè? Dus daar is misschien goed om daar nu, voordat we Willeke het woord geven, om daar nu alvast eventjes naar te kijken. Als het goed is kan je je microfoon ook, ik weet niet of je microfoon gebruikt, je mag het typen wat je zelf het prettigst vindt, maar je mag het ook gewoon met de microfoon zeggen. Kan allebei. Ik kan de vraag eventueel even voorlezen, Erik. Oké. Joshua zegt, we praten hier over 65-plussers en dan zonder enige toelichting is het spreken over deze populatie als een probleem in hun woonplek, een probleemgebied. Nou, hij heeft daar toch wat vragen bij. In hoeverre, zeg maar, hij draagt, hij heeft een beetje problemen mee dat we 65-plussers per se als een probleem zien en hun woonplek als een probleemgebied. Wat je daar wat over kan zeggen. Hele goede nuancering en Johan en Tom vul me gewoon gerust aan hoor, maar ik wil ook zeker niet suggereren dat vergrijzing op zichzelf per definitie in echt in absolute zin een probleem is. Het kan een probleem zijn als je
je niet goed op voorbereid bent als regio of als dorp. En dan kan ik bijvoorbeeld denken aan in termen van zorgbudgetten die toch tekortschieten, bijvoorbeeld voor de WMO. Of als gemeente toch gewoon een beperkt budget in totaal hebt en niet goed samen met alle andere departementen binnen je gemeente het gesprek aangaat over de toekomstige uitdagingen. Dus als je ziet dat de uitgaven toe gaan nemen, maar je reserveert je doet die reserveringen niet, ja, dan zal dat toch om vragen om strategische calibratie, eigenlijk om herijking van je doelstellingen als gemeente en van je budget uiteindelijk. Dus Joshua, je geeft het zelf al aan, die financiële last is er. Dus het is niet per se een probleem, maar als je niet goed je voorbereidt, dan kan het een probleem zijn als je dus niet de juiste, juiste voorbereiding treft, zeg maar, om ook die last te kunnen dragen die het soms kan met zich mee kan brengen. Ja, Joshua, even aanvullend vanuit Amsterdam dan. Tom van Bentum hier trouwens. We zien het juist niet als probleem, hè? We zien het juist als kans, als een verrijking voor de stad. En ook hoe we dat beter kunnen doen. Maar waar wij in Amsterdam vooral tegenaan liepen is dat we als grote stad worden we natuurlijk vooral gezien als groene stad. We hebben veel studenten, we hebben een gevarieerde populatie. En wat een beetje dreigde, en we zien age-friendly trouwens ook niet alleen als 65 plus aanpakken of zo, hoor. We zien dat wel als voor de hele levenscyclus. En wat zeker zo is, is dat de aantallen worden gewoon groter. En dat komt omdat we een groeiende stad zijn. Hè? De stad als geheel groeit naar boven de 1 miljoen. Dus het aandeel van de 65-plussers, dat stijgt van 13% naar 17%, even afgerond. Dus dat is in percentage niet zoveel, maar we zien nu al, hè, onze stad is ook niet gebouwd op grote groepen oudere mensen. Als je alleen al kijkt naar de huizenvoorraad, hebben we gewoon een probleem. En we willen gewoon dat iedereen in de stad volwaardig deelneemt en deel uitmaakt van de samenleving. En we zagen en zien dat dat soms moeizamer wordt. En daarom hebben we ervoor gekozen om juist zo'n holistische aanpak als Age-Friendly City te kiezen. Niet ouderen weg te zetten als een groepje die zijn lastig, maar juist te includeren in het hele beleid van de stad. Dus dat mag even als aanvulling. Ja. Verstaan jullie mij overigens? Ja, nu wel. Ja, ja, oké. Okay. De kanttekening die ik daarbij maken kan en wil, is de volgende. Wat ik hoor en zie uit de presentatie van Erik, is dat het beleid zich erg richt op, hoe zou ik het zeggen, de ouderen en zijn potentiële beperkingen nu of in de toekomst. En vanuit het perspectief dat de stad daar mogelijk niet klaar voor is, kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat moet ook gebeuren. Maar dat stelt wel de vraag toe van, zijn we die mensen dan zo lang vergeten? Ik denk dat daar best wel een punt in zit. Ja. En op wie richten we ons dan? Want als we die mensen zo verschrikkelijk lang vergeten zijn, of althans verschrikkelijk lang, maar als we die mensen vergeten zijn en niet zijn bezig geweest met wat zij nodig hebben nu of in de toekomst, dan zouden onze inspanningen zich ook op onszelf moeten richten. Dat klopt. Om te voorkomen dat we ze opnieuw vergeten. Ja, ja, helemaal waar. Maar het is een beetje wat ik net aangaf. Hè. We waren, en dat zijn we nog steeds wel, een diverse stad, maar ook een stad met een relatief jonge populatie, als je dat vergelijkt met. En dat is denk ik deels de verklaring waarom we de groep ouderen zeker in het verleden, nou, ik wil niet zeggen vergeten, maar wel minder aandacht gekregen hebben. En dat proberen we nu echt wel recht te trekken. En niet alleen recht te trekken, maar juist ook na te gaan denken over hoe moet onze stad eruit zien, zodat het leuk is voor iedereen. En leuk is dan een verkeerd woord, hè, maar gewoon dat we een inclusieve stad krijgen. En dat is meer dan alleen maar inclusief voor studenten en gezinnen, et cetera. Maar dat is juist ook inclusief. Nou ja, voor iedereen. En wat we daarnaast wel zien in Amsterdam, hè, is dat we de komende tijd worden grote groepen migranten, veel grotere groepen migranten worden ouder. En die groep gaat verdrievoudigen de komende 15 jaar. En daar hebben we ook echt nog niet goed over nagedacht. Dus daar zijn we wel echt over aan het nadenken van wat betekent het eigenlijk in een diverse stad, dat je hele populatie, maar zeker ook een groep die je voorheen
eigenlijk weinig zag in de 65-plus groep, omdat er gewoon nog niet zoveel van waren. Dat we echt moeten nadenken over, maar hoe gaan we dat nou doen? En wat is daar eigenlijk voor nodig? Dus er komen ook wel echt veranderingen aan de komende 15 jaar. En wat je ziet, zeker bij zo'n onderwerp, het is langzaam. Ik vergelijk het soms wel een beetje met de klimaatveranderingen. Daarom is een Green Deal en een Silver Deal echt wel een goede vergelijking. Want volgend jaar is het niet acuut. En misschien over 2 jaar ook niet. Maar over 15 jaar wel. Maar als je daar nu niet aan begint, meer aan gaat doen, dan heb je over 15 jaar echt een stap die gewoon niet meer past en niet meer klopt. Mm-hmm. Nou, punt, volgens mij. Eens, ja. Dankjewel, Joshua. Ik wil met het oog op de tijd even door naar Willeke nu. En na Willeke is er nog genoeg tijd om verder te praten, hoor. Maar om even te zorgen dat we nu gewoon op schema blijven lopen. Maar heel veel dank in ieder geval voor je terechte opmerking. Ik ben het gewoon op zich helemaal met je eens. Oké, Willeke, mag ik jou het woord geven? Dan zeg jij maar gewoon wanneer ik een slide verder moet springen. Ja, oké, dankjewel. Dank ook voor dat ik een Haagse tintje in deze Amsterdamse presentaties mag brengen. Maar in ieder geval, in het begin van dit jaar gaf de gemeente Den Haag een consortium onder leiding van de Haagse Hogeschool, het lectoraat Urban Aging, professor Joost van Hoofd, Hulsebos advies en mijn bedrijf de opdracht om de monitoring van de seniorvriendelijkheid van Den Haag te meten in dit jaar. En dat is met name wat vinden ouderen zelf van de seniorvriendelijkheid van hun stad. Mag ik het volgende slide? Sinds 2015 is Den Haag als eerste Nederlandse stad lid, dus ook van de WHO Global Network. Den Haag heeft ook altijd, toen op een gegeven moment was het heel erg mode om geen doelgroepen, een specifieke doelgroepenbeleid te voeren. Maar Den Haag is altijd toch doorgegaan om een specifiek beleid voor senioren of ouderen te hebben. Dat was hun speerpunt ook. En in dat kader hebben zij dus ook gezegd van ja, de holistische benadering van het WHO is voor ons heel belangrijk om juist het seniorenbeleid vorm te gaan geven. Als je kijkt naar de populatie van Den Haag, dan is het ook een jonge stad, net zoals Amsterdam werd al genoemd. In Den Haag is dan bijna 15% van de inwoners 65 jaar of ouder. In Den Haag wonen ook veel mensen met een migratieachtergrond. Dat zal in Amsterdam ook niet anders zijn. Maar bij ons is dus 33% van de 65-plus heeft dus een migratieachtergrond. En dan moet je vooral denken vanuit Indonesië afkomstig, Suriname afkomstig, maar ook heel veel, we wonen in Den Haag, mensen van westerse migranten die in Den Haag zijn komen werken voor het internationale hof bijvoorbeeld en zijn blijven plakken in Den Haag. Daarnaast is ook Den Haag heeft te maken met een grote groep van mensen met een laag inkomen. Voor ouderen komt dat niet specifiek achterhalen, maar we moeten dus ook rekening houden dat er niet een Haagse ouderen aan zich bestaat, maar dat er heel veel diversiteit in de doelgroep optreedt. Het WHO-model, dus wat Erik zo net liet zien, dat staat ook centraal in het actieprogramma Senioren van Den Haag. En met name hebben ze 3 speerpunten. Meedoen en leefplezier, dat is een van de speerpunten. Eenzaamheid is ook een aandachtsgebied waar heel veel mensen dus ook heel veel aan willen doen. Dus met name sociale activiteiten en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Gezond en veerkrachtig, dat is dus met name ook blijven bewegen, dat stimuleren. Valpreventie en ook het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen is daar een onderdeel van. En tenslotte het wonen in je wijk. En in Den Haag wonen 75% van de inwoners woont in een appartement. Daarvan hebben natuurlijk ook nog heel veel appartementen geen lift of zijn alleen moeilijk toegankelijk voor als je iets gaat mankeren. En daarom wordt ook gewerkt aan het steeds meer realiseren van levensloopbestendige woningen in elke wijk. Mag ik de volgende? Ja. Voor het monitoring van de seniorvriendelijkheid van de stad hebben wij dus een aantal onderzoeksmethoden gebruikt. We hebben een kwantitatieve vragenlijst ontwikkeld. Dit was ook op verzoek van de gemeente Den Haag om een vragenlijst te ontwikkelen die zij vervolgens ook elk jaar eenvoudig zouden kunnen inzetten. Ik kom zo nog terug op die vragenlijst.
De kwantitatieve vragenlijst is afgenomen bij 383 ouderen, 65-plussers. Vervolgens hebben we met in groepjes van met 50 ouderen gesproken om juist de gevonden cijfers uit de kwantitatieve vragen, om die kwalitatief te kunnen onderbouwen. En dat hebben we gedaan in de vorm van stadsateliers. Verder is er een desk research plaatsgevonden. De gemeente stelt elke 2 jaar zelf een ouderenmonitor op, waarin ze dus gewoon alle harde cijfers, alle data verzamelt die maar zijn verschenen over Den Haag. Om dan op die manier ook de gegevens over de ouderen in Den Haag kwantitatief te kunnen onderbouwen. Ten slotte hebben wij gebruik gemaakt van het Haagse kennisplatform. Dat is opgericht met name van bestaande uit welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en ook de ouderenraad is hier van deel die dan vervolgens weer advies geven. Mag ik de volgende slide? Nou, dit is een heel erg ingewikkeld plaatje, daar ga ik verder niet zoveel op in, maar in ieder geval aan de hand van de zogenaamde checklist van de WHO, die hebben zij in 2007 opgesteld, en uit allerlei andere bestaande vragenlijsten hebben wij 111 vragen geformuleerd die wij vervolgens hebben voorgelegd aan beleidmakers. Die hebben daar heel wat uitgegooid en toen bleven er dus een stuk of 73 over. Die hebben we weer op leesbaarheid laten toetsen en ook op de inhoud laten toetsen. En uiteindelijk hebben we 64 vragen dus voorgelegd aan 383 ouderen in Den Haag. En door met de behulp van de antwoorden hebben we vervolgens gemeten welke vragen zijn nou echt helemaal relevant. En uiteindelijk hebben we dus nu een gevalideerde 23 vragenlijst, een vragenlijst met 23 vragen overgehouden die iedereen gewoon heel gemakkelijk kan gebruiken. Hij is heel goed bruikbaar in de Nederlandse context en ook in de Belgische, Nederlandse context van België. Maar als je bijvoorbeeld hem zou toepassen in Duitsland of zoiets, dan is het wel goed om hem van tevoren cultureel te valideren. Mag ik de volgende slide? Dit zijn dus de 23 vragen. Dit is dan de eerste over de huisvesting. Gewoon 2 vragen. Is mijn woning toegankelijk voor mij? En mijn woning is toegankelijk voor mensen die mij willen bezoeken. Deze vraag dekt dus de hele lading voor de huisvestingsdomein. En zo kun je met alle vragen doorgaan. De mensen geven antwoord kunnen variëren hun antwoord van helemaal mee eens of helemaal mee oneens of neutraal. En dat is op een 5-puntschaal kunnen ze dus aangeven hoe zij daarop willen scoren. En alles is in feite, een 5 is altijd positief, behalve dan bij sociale inclusie. Die moet andersom geprogrammeerd worden. Want ik ben helemaal mee eens en dan zou je vervelende of negatieve opmerkingen vanwege de leeftijd. Mag ik de volgende slide? Dit zijn dus de andere vragen. Ik zal zo de link laten zien van waar jullie de vragenlijst kunnen vinden en ook kunnen downloaden. Dus dat laat ik zien. Maar even gewoon een indruk van wat zit er nu allemaal in die vragenlijst. Wij hebben dus gebruik gemaakt van. Oh, nog even terug. We hebben dus gebruik gemaakt van de 8 domeinen van de WHO. En we hebben daarnaast nog toegevoegd financiën en technologie. Bij de analyses die wij hebben gepleegd, blijkt dat financiën gewoon ook een hele belangrijke factor is om in de vragenlijst op te nemen. Dus we hebben eigenlijk de 8 domeinen van de WHO plus financiën. Technologie is eruit gevallen, want technologie zit overal doorheen. En dat is dus niet een apart domein om daar echt specifieke aandacht aan te besteden. Dus vandaar dat financiën ook met 2 vragen in de vragenlijst.